Gegroet, stelletje doldwaze dromers. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Old School RuneScape. Gezelligheid, daar mag op gedronken worden. Ik ben sinds het eerst van vandaag denk ik weer een beetje aan het spelen en er gebeurt heel veel in de clanchat. Sowieso, sinds de video's is het gewoon een gezellige groep geworden voor Nederlanders om een klein beetje te chillen. Soms zijn er ook mensen die kijken helemaal niet mijn video's, zeggen zo, wow, Rick heeft een nieuwe RuneScape video, wat RuneScape mensen vaak leuk vinden. En dan mensen zeggen van, wie is die gast? Het is gewoon op zich een soort kleine Nederlandstalige clanchat geworden. De clanchat is gebaseerd op mijn vorige account. Mijn grote account waar ik echt heel veel tijd in heb gestopt. Ik moet nog steeds een keer inloggen op dat account om mijn eigen account mod te maken. Er zitten echt mensen in de chat, gewoon kijkers die een hogere rank hebben dan ikzelf. Er zouden zelfs kijkers van mij uit de clanchat kunnen verbannen als ze zouden willen. Dus moet ik even opletten. Voor de rest, interessante update. Ik heb niet heel veel gespeeld, maar ik heb momenteel 60 woodcutting. Houdt in, geloof ik, dat ik kan gaan naar de woodcutting guild. Daar verkopen ze rune axes. Ik gebruik momenteel nog steeds een fucking black axe. Best wel een beetje beschamend op dit woodcutting level. Dus we kunnen sowieso even naar die woodcutting guild toe. Ooit. Ik heb namelijk dus een heel nieuw gebied van de game. Ze hebben een keer een heel nieuwe provincie toegevoegd met 5 familiehuizen die ruzie maken met elkaar. Dat is een beetje het punt van de game waar ik ook geen idee meer heb wat ik aan het doen ben. Je moet een van die huizen geloof ik heel erg helpen en dan mag je die woodcutting guild in. Voor de rest doe ik momenteel eigenlijk al die logs die ik hak, die fletch ik meteen. En dan vervolgens verkoop ik ze en dan kan ik een klein beetje geld verdienen. Het enige wat echt veranderd is in vergelijking met de vorige video's is dat ik ondertussen level 38 magic ben. Ik was eerder level 10. Veel mensen zeiden, Rick, train alsjeblieft je magic. Het maakt de game zoveel makkelijker. Misschien valt het je op trouwens dat ik een klein beetje een stukje rustiger en relaxter praat. Misschien denk je, wauw, dit is echt minder irritant voor mijn oren. Rick, doe dit altijd. Ik weet niet. Het is momenteel voornamelijk geforceerd en mijn moeder is aan het slapen. Ik ga morgen op vakantie en ik wil graag dat er video's online komen. Terwijl ik er niet ben. Dus het plan was dat ik even ervoor zorgen dat de mensen thuis gewoon lekker kunnen slapen. En ik op kan nemen. Misschien is het een idee om dan niet te schreeuwen. Supergoeie tip. Je kan hem gebruiken. Zoveel als je wilt. En ik hoop gewoon dat lekker iedereen hier thuis zometeen lekker kan gaan dromen. Want dat is waar deze video over gaat. Oh, eerst nog een kleine dienstmededeling. Ik heb trouwens een vriendje. Als in the game. Ik ben een vrouwelijk karakter, dus net zei iemand van, hey, kopernitraat, wil je mijn vriendin zijn? Waarop ik zei van, ja, sorry gast, maar ik ben ook gewoon een gast. Ik moest een keer mijn personage veranderen naar een vrouw voor een quest en ik had geen zin om het terug te veranderen. Ja, sorry, ik ben dus wel even een gast. Waarop hij zei, ja, dat prima, wil je mijn vriendin zijn? Ik zo, ja, is goed. Dus sindsdien hebben we eigenlijk een relatie, hij stuurt me telkens hartjes en normaal gesproken als je in de game een relatie hebt, dan krijg je van het jongetje een soort gender roles, krijg je als meisje gewoon heel veel geld. Dus sommige mensen doen zich echt voor als meisje, willen een relatie in de game, dan krijg je gouden ringen en diamanten en al die shit. Maar ik ben Iron Man, dus het kan niet. Hij zei ook, je bent de goedkoopste vriendin die ik ooit heb gehad. Is dat een compliment? Voor sommigen vast wel. Slaat eventjes helemaal nergens op. Ik denk deze video voor de rest even laten zien wat ik allemaal aan het doen ben qua magic. Het leek me in ieder geval leuk om deze video te gaan praten over het concept van dromen. Ik vind dromen op zich heel vet en het is nooit echt iets waar ik uitgebreid over gepraat heb in video's waar ik over droom. De eerste vraag die misschien nog wel leuker is waarom dromen we? Het is een vraag die je niet echt makkelijk wetenschappelijk kan meten. Je kan niet gewoon een paar elektrodes in je hoofd stoppen, gaan slapen en dat de computer dan zegt je droomt omdat... Maar er zijn wel theorieën. Sommige mensen denken dat dromen helemaal geen nut heeft. Anderen zeggen dat dromen een soort spiritueel iets is en dat het voorspellend is en dingen zegt over je persoonlijkheid en de pa. De theorie die ik vaak hoorde en redelijk geaccepteerd had in mijn hart was dat dromen een soort van manier zijn voor je hersenen om bepaalde dingen te verwerken. Maar ik las net een theorie, die vind ik eigenlijk veel cooler. Dromen zijn simulaties in je hoofd, als een computer die situaties uitdenkt, zodat je kan leren en beter om kan gaan met gevaarlijke situaties. Dat je hersenen onbewust denken van, oh shit, dit heb ik al een keer gedaan in een droom, een soort proefritje. En dan weet ik nu precies wat ik moet doen. Nou moet ik zeggen, als ik denk aan mijn dromen, hele rare testritjes zou je dan hebben in ieder geval. Even kijken, we gaan even naar Varrok toe. We hebben 1 law rune voor nodig.
Doe ook maar een aantal van die sappige air runes en misschien zelfs een fire rune. Normaal gesproken was dit voor mij letterlijk een eeuwigheid lopen. Dus dit soort luxe is toch wel eventjes fijn. Er zijn zeer zeker voordelen aan het hebben van bakken met geld. We kunnen ook meteen even gauw een appelboompje gaan checken. Ik heb een appelboom geplant. Die dingen geven zo gigantisch veel experience. Het is letterlijk en figuurlijk op geen enkele manier normaal meer. Even kijken, heb ik nu alles bij me? Zullen we nog even een schepje mee, dan heb je alles bij je. Ik heb nog wat watermeloenzaadjes. Heb ik echt nog zaden van? Ik denk, ja, die moeten we even in de grond stoppen. Ik denk voornamelijk dit. Heb ik nog supercompost op de bank? Maar natuurlijk heb ik nog supercompost op de bank. Oké, prima. Lopen we nog even naar beneden toe. Ik vind het hele idee van dromen als simulatie is in ieder geval best wel vet. Vroeger was ik echt goed in dromen. Ik weet niet veel meer van toen ik klein was en hoe mijn dromen toen waren. Maar ik weet wel nog dat ik altijd heel erg goed op een gegeven moment door had wanneer ik aan het dromen was. Als in ik zat in een droom. Dat was een groot monster. En ik dacht dan opeens van, maar wacht even. Huh? Maar ik ben toch aan het dromen? En op dat moment word ik dan altijd wakker. Was altijd gewoon in de droom. En ik dacht van, ja, maar dat is helemaal geen monster. Ik ben gewoon aan het dromen. En dan ben ik wakker. En wat in principe het tegenovergestelde is van de andere manier op je kan wakker worden als er een monster is. Een monster valt je aan, je gaat dood en dan word je wakker. Er zijn blijkbaar mensen die oprecht zo'n raar idee hebben dat als je doodgaat in je dromen, dat je doodgaat in het echte leven. Dat zou echt heel onhandig zijn. Ja, ik ben nooit echt dood gegaan in mijn dromen. Ik sta op het punt dood te gaan en dan stopt de droom. Ben je dan echt dood gegaan? Nee. Als ik echt dood gegaan zou zijn, leefde ik dan nu nog? Waarschijnlijk niet. Zo is het leven, schatabout. En wat wel fijn is trouwens aan die hogere magic, naast al die teleportaties, dat ik zo meteen ook de quest kan doen, Fairy Tale Part 1. Die geeft je namelijk een soort groen schaartje en dan krijg je wat meer herbs als je hier aan het farmen bent. En die herbs zijn gewoon heel fijn, want die geven mij, ja, kan ik mijn herblore mee trainen, voornamelijk. Wat kan je met herbs? Ja, herblore mee trainen. Naam van het product zit helemaal in de naam van het dingetje. Voor de rest, leek het me leuk om deze video dus een beetje te praten over de soort dromen die ik allemaal heb. Sowieso zijn dromen zo lijp dat je kan er zo weinig van herinneren. Ik vind het zelfs moeilijk om, ik ben benieuwd of jullie dit wel kunnen. Droom je in de eerste of in de derde persoon? Ik heb oprecht geen idee. Kijk je vanuit je eigen ogen in een droom of zie je jezelf vanaf boven? We hebben hier toevallig op stage over gediscussieerd en de helft zei dit, de helft zei dat. Ik heb oprecht gewoon geen idee vanuit welk perspectief ik dromen bekijk. Hoe geluid eigenlijk is. Is de akoestiek daar een beetje goed? Ik heb echt geen idee, man. Dromen zijn fucking raar. Het is echt raar hoe je gewoon kan wakker worden. En dat was een goede droom. En letterlijk enkele minuten later alweer vergeten bent wat de droom is. Vervolgens heb je ook nog eens, dat zijn de dromen waar ik voornamelijk over ga praten, zijn terugkomende dromen. Sommige dromen zijn gewoon heel basic as fuck. Die komen gewoon gigantisch vaak in de herhaling vallen. Ja, dan blijven ze wel hangen als je denkt, oh, het is zeg maar die droom. Alweer. Even eens denken, boom, kaarten, 1000 XP erbij van mijn appelboompie. We kunnen die appelboom ook laten staan, die appels gewoon lekker plukken. Maar ik geloof dat je ze ook gewoon heel goedkoop kan kopen in de Cooking Guild. Je kan hier weer farmers mee betalen om op je shit te letten. Het is wel jammer dat ik echt net niet een farming leveltje omhoog ben. Was best cool geweest voor deze video, maar hey, je kan niet alles hebben. Dan maar door naar het prachtige Varrok. Oké. Eén droom die ik echt heel vaak heb, dat is echt een van mijn favoriete coole dromen, is dat ik op Zwijnstein zit. That's fucking lit. Dat is geen simulatie voor hoe ik met mijn leven om zou moeten gaan. Ik droom gewoon dat ik op Zwijnstein ben, met allemaal Harry Potter vrienden. En het is gewoon fucking lit. Ik heb ook al wat dromen dat ik kan vliegen. Dat is best wel vet. Eén droom die ik heb, dat is denk ik echt wel een beetje in het idee dat dromen misschien zijn om dingen te verwerken. En ik heb het gevoel alsof heel veel mensen het hebben. Het is best wel een beetje een persoonlijk ding. Het is niet echt iets wat je eventjes casual aan andere mensen vraagt. Maar de mensen die ik erover heb gesproken, die beweren allemaal je ook last van te hebben. Wat eigenlijk gebeurde is dat na het overlijden van mijn vader heb ik echt heel frequent dromen gehad. Waar eigenlijk zijn de dromen heel simpel. Het is gewoon ik chill met mijn vader. En dan halverwege de droom heb ik meestal een soort besef van, huh, maar je was toch overleden en shit. Dat was best wel balen. Hoezo ben je er dan opeens? En dan ben ik heel erg in de war van, oh chill, hij leeft. En dan word ik altijd weer wakker. Dan, oh shit, oh nee. Dat was niet de bedoeling, ik had echt niet zoveel mindrooms moeten kopen. Valt ook heel raar buiten het verhaal. Even kijken, ik had nog wat extra airrooms kopen. Dan was het toch al mijn geld hierin pompen. 10 airroom packs, had ze het idee. Ik ben ook een keertje dood gegaan hier. Ik heb een trucje gevonden. Het is niet echt een trucje. Ik heb het ook niet echt gevonden. Jur zei, hey Rick, train even je magic bitch. Dit is hoe je het doet. Dat is ongeveer wat ik bedoel met ik heb een trucje gevonden. Er is gewoon een plek waar je redelijk sterke monsters kan verslaan, maar ze kunnen jou niet aanvallen. En het chillen daaraan is voornamelijk dat
Ze droppen ook Rune Scimitars. Dus ik ga er eventjes gewoon een stuk of 200 vermoorden. Ik geloof dat drop rate 1 op 110 is. Heb ik eindelijk even een wat beter wapen dan de Adamant Scimitar die ik de hele tijd gebruik. Als ik helemaal een Rune Scimitar heb, kan ik echt een beetje Slayer gaan trainen. En een beetje verschillende monsters gaan vermoorden. Dat ik het idee heb van ja, dit gaat snel genoeg dat het soort van mijn tijd waard is om het te doen. In plaats van alleen maar naar een scherm kijken met oh, dit gaat zo langzaam. Wat een Fire Battlestaff heb ik gehad als drop van een van die Fire Giants. Waar we nu eventjes naartoe gaan trouwens. Even kijken, als de snelste kant die op, fucking ver lopen. Dat is een heel goed idee. Wat je voornamelijk nodig hebt is je Air Runes. Dan doe ik gewoon eventjes niet te veel meenemen, want ik ga sowieso dood waarschijnlijk als ik even niet oplet. Vooral op mobiel, dan klik je één keer verkeerd. Ga je ondertussen op wat andere apps kutten, kom je terug, ben je dood. Ja, hè? Wat had je verwacht dat er ging gebeuren? Even 1000 van die, 500 van die, neem wat eten mee, wat lekkere lopsetjes, sowieso. In principe is het genoeg. Wil ik voor de rest echt nog iets mee? Oh, je moet even voor de zekerheid neem ik Glareon's Amulet mee. Die heb je misschien nodig om in die grot te komen. Ik geloof dat ze gefixt hebben dat het niet meer nodig is, maar stel dat het wel nodig is. En een touw. Ik ben echt al meerdere keren dat fucking touw vergeten. Nou, dan wil je zo'n touw hebben. Ik gewoon touw in. Nee, het is een rope rig. Waarom is deze game nog niet vertaald naar het Nederlands? Asking the real questions. Heeft het amulet nog zin? Geeft het een magic boost? Magic plus 16, magic plus 12. Oh ja, trouwens. Nu we toch in het mooie Varrok zijn, dan meteen even wat magic armor gaan kopen. Het is best wel willekeurig om die meme outfit aan te doen. Ik had er meer aan, letterlijk voor de memes. En dan moet ik iedere video een andere outfit aan heb. Ik ben een mooie vrouw. Het is een soort fashion show deze video's. Natuurlijk. Even kijken. Wat heb ik nog meer te vertellen over mijn dromen? Ik had het nachtmerries doodgaan ook al bespreken. Ik heb eigenlijk de laatste tijd bijna nooit last van nachtmerries eigenlijk. Tot op het punt dat ik echt gewoon niet meer weet hoe nachtmerries zijn. Zeg maar, die dromen met mijn vader, dat zijn in principe redelijk fijne dromen. Waar je overleden mensen tegenkomt, je gaat een beetje met ze chillen. Dat zijn in principe niet per se dromen van ik denk, hey, rot op. En ze eindigen niet heel verschrikkelijk en dat ik doodga. Dus in principe, hey. Dus we gaan gewoon naar hem toe. Hij wil eventjes dat we wat... Kunnen we nieuwe kleding verdienen, man? De Drill Sergeant. Oké, wat wil je voor me? Joke on the mat. Hij zegt gewoon iedere keer wat je moet doen en dan moet je met een vakje klikken. Dit soort evenementen waren vroeger gemaakt in de game om bots tegen te houden. Gewoon programma's die de game voor je speelden. Alleen ja, het probleem was, die bots werden al heel snel zo aangepast dat ze ook dit soort dingetjes gewoon kunnen doen. Toen werd het gewoon irritant voor de normale spelers die gewoon de game willen spelen. Je werd verplicht hierheen geteleporteerd, moet je weer 2 minuten lang sit-ups en jumping jacks en al die shit gaan doen. Dus op een gegeven moment hebben ze het weer weggehaald, geloof ik. En later hebben ze het weer teruggebracht voor nostalgie, maar optioneel. Dan zeg je gewoon, hey, ik kom je halen. En dan zeg je gewoon, nee, rot op. En dan, oké, doei. Dus in principe is dat wel chill. Maar ik weet dus oprecht gewoon niet meer hoe nachtmerries werken. Wat gebeurt er in de gemiddelde nachtmerrie? Maar blijkbaar is dat ook iets redelijk positiefs. Want blijkbaar krijg je vooral veel nachtmerries als je heel gestrest bent en heel erg last hebt van angsten en dat soort dingen, dan vergroot ook je hoeveelheid nachtmerries. Ik weet wel nog eens dat ik vroeger nachtmerries had en dat ik het zo eng vond dat ik echt gewoon niet meer naar bed wilde. Dat zijn wel een beetje de mindere nachtmerries. Dan ga je maar gewoon een beetje YouTube filmpjes kijken totdat je zo moe bent dat je vanzelf weer in slaap flikkert. Even kijken, ik had gehoopt hier wat magische gewaden te kunnen kopen, maar het valt een beetje tegen eigenlijk. Dat we sowieso de pink skirt doen, die vind ik wel redelijk sexy eigenlijk. Ik ben nog even wat handschoenen mee. Ik ben echt even vergeten hoe de game werkt soms en met dit soort dingen. Ik doe dit soort dingen niet vaak. Als ik even de juiste spulletjes bij elkaar moet rapen, dan doe ik het niet. Ik weet oprecht niet of ik van amulet kan wisselen in die grot. Misschien typen ze me dan ook uit. We moeten het toch een keer gaan testen, denk ik. Dus deze video is even gaan een redelijk klein proefkonijn. Ik heb geloof ik ook pink boots. We kunnen gewoon voor een volledig roze outfit gaan als we echt zin hebben. Nee, dat amulet moet mee, Rick. Wat doe je? Accuracy, yes. Pink boots, kijk, schattige roze laarsjes. Heb ik nog iets van een top op dat gebied? Nee, niet op dat gebied. Oké, dat is flink balen. Ik heb hier een blue wizard rope. Het wordt een beetje een lelijk bij elkaar geraapt zootje, maar dat maakt voor de rest van mijn outfit helemaal niet uit. Oké, hebben we nog handschoenen nodig? Kan ik ze gewoon vinden op mijn bankrekening? Oeh, dat zijn gesend gloves? Ja, het zijn gewoon mijn iron gloves. Oké, nice. We kunnen nog eventjes heel gauw een magische hoed kopen, maar dat is echt heel veel tijd en moeite. We gaan wel gewoon lekker die kant op lopen. Zoek het allemaal maar uit, joh. Krijg er allemaal de kleren. Ik wil even gauw laten zien hoe ik mijn magic train, maar de video wordt er echt heel lang op deze manier.
Ik had nog helemaal plan om een clue scroll te gaan doen, maar ik ben gewoon de hele video keihard aan het aankutten. Het is dat ik een flashing level heb getraind, dus het was niet volledig nutteloos. Hoera, hoera, hoera. Ik denk dat ik eerlijk gezegd voor de rest vrij weinig over dromen heb te vertellen. Ik heb alleen een paar dromen die zijn blijven hangen omdat ze heel raar waren. Ik had een keer dat ik geweest in een kamer was met gas. En ik ging gewoon dood. Dat was het ongeveer. Dan ging ik dood. Dat was in principe een soort van nachtmerrie. Ik vond het niet leuk om in een kamer te zijn die opeens volgooid werd met gas. Dus in principe is dat een bepaald niveau een nare droom. Misschien dat ik een paar keer in mijn dromen gekotst heb. Maar dat is meer gewoon omdat het zo vaak gebeurt. Misschien met het hele simulatieverhaal dat mijn lichaam zegt, nou hey, je verneukt het kotsen altijd. Het gewoon nog een keer proberen in je dromen. Dan lachen mensen je niet uit. Wat in principe een redelijk solide strategie is als je het mij vraagt. Ik had één keer een hele rare droom waar ik iemand in cement goot. Als in, dat was gewoon een gat in een kamer, stond er een persoon in, cement erin. En dan die persoons hoofd stak alleen uit. En dan maanden later gingen we die persoon eruit bijtelen. En was die persoon helemaal zo uitgemergeld. Echt gewoon praktisch een skelet met een klein beetje huidzak eromheen. Ja, wat je hebt van die mensen die beweren je dromen te kunnen lezen en wat het dan inhoudt en zo. Ik ben echt zo benieuwd wat ze hierover te zeggen hebben, behalve what the fuck. Hier is een kaartje van een psychiater of een psycholoog. Ik geloof dat een psychiater medicijnen mag voorschrijven. Slaappillen. Bijvoorbeeld misschien. Geen idee. Je kan waarschijnlijk wel naar een psychiater toe omdat je niet kan slapen. Insomnia. Of ga je dan naar... Ik heb geen idee waarvoor je naartoe gaat. Dit is niet mijn expertise. Ik slaap echt prima. Dat is echt fucking chill. Ik slaap heel weinig. Dat is meer het probleem. Maar slaap op zich ben ik echt een eindbaas in. Ik ga echt in mijn bed liggen, oogjes dicht en ik slaap echt 2 minuten later. Echt geen enkel probleem. Ik heb dat van mijn vader en daar ben ik heel blij mee. Ik ging wel eens met mijn vader naar de bioscoop. En hij valt gewoon naast mij in slaap in de bioscoop. Met gewoon vol keihard geluid tijdens een actiefilm. Hij is gewoon in slaap gevallen tijdens James Bond. Welke was dat de laatste waar we eens zijn geweest? Ik heb die nieuwere nooit gezien. Van was het Quantum of Solace of zo? Zoiets. Dat was niet een hele leuke Bond film. We zijn daarna ook nog met hem naar Skyfall geweest, geloof ik. Ja, toen is hij niet in slaap gevallen, maar dat is ook een veel betere Bondfilm, dus fair enough. We kunnen even onze run energy opladen met deze sexy ring die ik ooit een keer verdiend heb. Ik denk de meeste mensen weten hoe de Fire Giants werken hoor, maar ik ben gewoon even een soort van heel kort het idee van Safe Spot aan het uitleggen. Ik kan dus Fire Strike gebruiken, dat is gewoon heel goedkoop. Ik heb niet zoveel geld. Als ik veel geld had, ging ik allemaal luxe spreuken doen, maar ik heb gewoon niet zoveel geld. Ze gaan eventjes main ass firestrike bitches. Pak hier even lekker dit vlot. We zijn eerder op deze plek geweest in een van de video's. Die was namelijk de waterfall quest. Waar ik bijna al mijn attack en defense XP mee verdiend heb. Wat vooral dus heel fijn is aan die hogere magic. Is ik ben op dit account heel erg bezig met questen. En redelijk veel questen hebben vijanden die best sterk zijn. Maar je kan ze gewoon verslaan door ze te safe spotten. Dus eigenlijk zet je dan gewoon een soort voorwerp tussen die bots in. De vijanden in deze game denken heel primitief. Als er een hek tussen jullie in staat, lopen ze niet om. Dan denken ze gewoon, hek, ik blijf gewoon staan terwijl ik vermoord word. En zo kun je dus gewoon gasten van level 150 verslaan. Als je maar genoeg spreuken meeneemt, dan moet het helemaal gewoon... Even kijken, kan ik dit aandoen? Ja, dat kan gewoon, zie je? Je kan gewoon van ketting wisselen in deze grot. Klein mysterie opgelost. Die Fire Giants zijn wel mokersterk. Als je niet oplet, slaan ze in één keer helemaal de tering in. Maar wat je dus gaat doen, is je gaat hier staan. Ai, doe het niet. Je gaat hier staan. En dan doe je even je zo. Oh fuck, dit is hoe ik dood ging ongeveer op mobiel. Ze horen je niet te kunnen attacken, meestal. Je gaat hier staan, en omdat ze fucking dik zijn, passen ze niet in die gang. En dan val je ze aan, en dan kan je magic XP voor days. Wat dat leuk is in de game, is wat fijn is aan magic, als je een spreuk vuurt en hij raakt niet, krijg je alsnog een klein beetje ervaring. Maar meestal haal je ook best wel veel solide, gewoon echt hoge hits, gewoon 7's, 8's, 5's. Dus dit is in principe een redelijk snelle manier om te trainen. Ja, we moeten even 7 van deze gasten vermoorden ongeveer volgens de game. Dan hebben we een leveltje erbij. Dan wordt de video wel heel lang. Zoveel heb ik ook weer niet te vertellen. Ik zou graag de rest van de avond dit blijven doen. Maar ik moet eigenlijk wel nog misschien een paar video's opnemen. Mits ik wil dat ze online komen. Wat op een bepaald niveau wel eigenlijk wel stiekem een dingetje is. Zou ik haast willen zeggen. In ieder geval, dan denk ik dat ik heb laten zien wat ik heb willen laten zien. Alsjeblieft, vertel me iets over je meest rare dromen. Ik vind het zelf altijd heel raar dat dromen zo onlogisch zijn, maar op het moment zo logisch lijken. Oh, ik had laatst eens een keer een droom, die was wel heel vet. Dat ik was aan het autorijden en toen had ik net een paar lessen gehad en ik moest gewoon keren. Ik had gewoon op een normale weg met een sloot ernaast. Ik moest gewoon de auto 180 graden draaien. Maar ik had dit dus dusdanig verneukt. Ik deed vast niet met mijn koppeling en als je... Ik heb een paar keer dat ik een opdracht moet doen, dan moet je zo heel rustig je koppeling loslaten en dan rol je zo heel langzaam terwijl je zo'n draai maakt. Maar
Want ik heb er een soort van paniek. Is, normaal, als je niet veel harder wil gaan, laat je je gas los. Maar als je je koppeling loslaat, ga je juist veel harder. Waarschijnlijk in deze opdracht probeerde ik, zeg maar, de bocht te maken. Het ging even niet goed. Ik denk, shit, snel koppeling omhoog. En ik schiet zo in één keer het water in. Dus ik was en dronken. Belangrijk deel van deze drank. Ik was dronken. Ik had geen rijbewijs. En ik had een auto te water gereden. Ik denk, ah, kut. Dit is echt niet de bedoeling, of wel? Wat als de politie hierachter komt? Dus mijn logische bui was om de auto te verstoppen. Als in, ik had hem in één keer in het water in stukken getrokken. Dit zijn dromen, hier kan dit. Ik had graag een Rune Scimitar gezien, maar je kan niet alles hebben natuurlijk. Gaan we hier weer lekker staan. En jij haalt gewoon het proces. Totdat je tamtoe hoge magic hebt. Ik ga denk ik oprecht gewoon even mijn magic heel hoog trainen op deze manier. Het is redelijk cheapy. Hoeveel XP per uur is het? De game berekent XP per uur. Ze zeggen momenteel... Ik weet even dat er 36.000 stond en werd redelijk blij. Nee, de game zegt nu 4.000 XP per uur. Maar ik raak momenteel wel echt vrij weinig spreuken. Ik heb geloof ik iets betere armor dan dit in principe. Als ik eventjes ga een goed hoedje erbij pak en zo. Het hoort iets efficiënter te kunnen dan dit. Maar veel efficiënter wordt het vast niet. Ik vind het altijd raar in ieder geval dat sommige dromen zoveel rare dingen gebeuren. Ik denk, hoe kan dit? Ook gewoon met afstanden. En op één moment is die persoon. En op andere moment is die gewoon compleet casual vervangen met een andere persoon. Zonder dat je het doorhebt. Dus ik zou graag van jullie weten. Heb je nog leuke dromen om te delen? Dromen die veel terugkomen? Diepere betekenissen achter mijn dromen? Of wil je gewoon zeggen hoe kut mijn RuneScape account is? Laat even een reactie achter. En dan zie ik jullie terug bij de volgende aflevering van de Old School RuneScape gezelligheid. Please laat even wat suggesties achter voor leuke onderwerpen om over te praten. Onder het lijstje genot van deze game. En als je niks weet... Ja, kut, waarom weet je niks? Help me eventjes, man. Daarover kijken. Doe een duimpje omhoog. Doei!